En, maar ik doe nog uh, iets anders, namelijk de Europese Commissie zit er nog maar een jaar. Dit gaat over de erfenis van Frans Timmermans. Uh, het, het Europees Parlement zit er nog maar een jaar. Er komen verkiezingen aan. Uh, u uh, bent terug bij de boeren, zal ik maar zeggen, na de overwinning van de BBB in Nederland. Nou, het gaat mij ook om de woningbouw. Als ik hier uh, collega's vertel uh, dat wij 900.000 woningen moeten bouwen op termijnen, dat op het ogenblik een heel groot deel stil ligt. Juist omdat wij eigenlijk een rechter hebben die al heel dicht bij zo'n verslechteringsverbod uh, aanhaakt in zijn uitspraak. Ja, dan klapperen hier wel even de oren. Dus het gaat voor mij veel breder dan alleen uh, de landbouw. Ja, maar gaat het hier toch ook niet om uh, de eerste uh, beschietingen van een nieuwe verkiezingscampagne? Nee, dat denk ik niet. Voor mij in elk geval niet. Uh, ik, ik heb u al eerder uitgelegd. Als het wel zo zou zijn, gesproken... zou u het ook niet bevestigen, toch? Nou, dat weet ik niet. Uh, oh. Kijk, de erfenis van, Tim, van, van Frans Timmermans uh, die is al groot. Hij is verantwoordelijk voor het grootste klimaatpakket aan wetgeving. De uh, Green Deal? Ik heb daar uh, namens de Europese Volkspartij als, als coördinator van het hele pakket een heel belangrijke rol in kunnen spelen. En, en ook met alle liefde en plezier uh, met hen samengewerkt. Maar op het moment dat een wet slecht in elkaar zit, dat je eigenlijk niet weet waarvoor je tekent, uh, dat is nogal fundamenteel voor een parlementariër die een wet maakt. Eigenlijk is het een blanco cheque. Ja, dan doe ik daar niet aan mee. Ja, nou ja, voorstanders zeggen het is helemaal geen blanco cheque. Het staat allemaal uit en te na, juist achter de komma beschreven. Nou ja, en daarvan heb ik gezegd de cruciale vragen, de fundamentele vragen: waar komen die extra gebieden dan? Is er ook sprake van externe werking uh, in Nederland? Hmm. Welke impact heeft het op de voedselprijzen? Al die dingen die mensen eigenlijk in die campagne op het moment dat ze gaan stemmen, daar is wel een link natuurlijk. De Nederlandse burger wil dit wel weten. Ja. Maar ja, ik ook als hun volksvertegenwoordiger.